onderlei. En puur als je ze ergert, dat weet ik helemaal niks van. Dan had ik hem denk ik toch wel eerder weggedaan. Want als ik boven de honden zou komen, hadden ze gezeten, dan had ik kans de achterkast onder ze gaan. Dan heb ik altijd onder de honden gebleven. Kan tot gevolg hebben dat, rijdend over een hele slechte weg, spontaan die hele achterbrug afbreekt. Niet alleen het achterwiel, maar de volledige achterkant breekt eronder vandaan. En dat is zonder meer levensgevaarlijk. Was die auto verzekerd? Nee, die was niet verzekerd. Want dat vond ik te duur. En de wagen vond ik de auto voor. En alleen maar naar het werk te rijden. Wou ik hem dat niet verzekeren. Maar de technische staat van die auto is heel erg slecht. De kans op het ongeluk is dus heel erg groot. En dan bent u ook nog eens een keer niet verzekerd. Ik heb met dat geld afgegaan om hem te verzekeren. En... ja, daar heb ik geen antwoord op. Dus, U weet je dus, hè, wat die auto allemaal mankeert. Wat moet ermee gebeuren? Of mee kunnen vernietigen. Die zien we nooit meer terug. Nou, een auto die wordt vernietigd door een echte bosboom, dat zie je niet vaak. Einde van deze aflevering van Trotsky's Keurig op Wielen. En wij zijn er weer op donderdag, 28 november. Tot dan.